We gaan nu Bob ontmoeten. Bob is e-sport van Ajax. Het gemanaged ons. We hebben hem bij Ajax gebracht. Hij heeft in de jeugd van Ajax gespeeld, als keeper. De generatie Justin Kluivert, de Licht. Zit Bob hier? Ja, ja. Hij is nu met onze coach en recent teammanager van Ajax is hij aan het trainen. Oké, dus als je e-voetballer bent, dan heb je dus ook coaches die zich met je bemoeien. Ja. Het is eigenlijk net als bij het gewone voetbal. Het is net als voetbal, hè, of wielrennen. Ja. Je hebt een mental coach, hè. Ja. Je hebt een coach die echt op het tactische, technische ingaat. Ik ben heel veel voor het mentale voor de jongens, 24/7. Melvyn wordt wel gezien als de Mino Raiola van de e-sport. Raiola is een bekende en rijke spelersmakelaar in de voetbalwereld. En zoals Raiola als een leeuw vecht voor zijn spelers, doet Melvyn dat voor zijn gamers. Lekkere bal. Gebruik je backshot aan de zijkanten. Maar ik vind wel dat je ten opzichte van het begin van het seizoen echt veel verzorgder speelt. Veel meer rust in je spel. Ja. Beter opbouwt. Correct. Niet alleen één richting. Dat ook verschillende opstellingen hè, die Bob geoefend heeft. 4-3-2, 4-4-2-3-1. Hij kan in principe nu alles gewoon spelen. Dus dan gaat hij sowieso wel veel voordeel uit halen. En je zit bij Ajax? Ik zit bij Ajax en ik ben uitgeleend aan een Japanse club. Je zit bij een club in Japan? Ja. Net als in het echt voetbal kan je hier ook mensen uitlenen. Oh, dus je bent eigenlijk geplaatst bij een club in Japan? Ja. Door wie? Door Ajax. En door Melvyn. Ja, door Melvyn. Ik had mezelf voorgenomen dat ik geen management zou nemen. Omdat ik weet hoe het gaat in het voetbal. Ja, iedereen is echt geldgericht en zo. Maar uiteindelijk heeft Melvyn mij toch over de streep weten te trekken. En heb ik wel echt ingezien dat, Melvyn niet alleen een manager is, maar ook echt een goede vriend van mij. En dat hij het niet doet voor het geld. En dat is voor mij van de voornaamste reden dat ik sowieso bij Melvyn zit. Ja, het gevoel zit gewoon helemaal goed. Ik kan gewoon mezelf zijn. En, maar waar zie je het aan? Waar zie ik het aan? Ja, merk je het aan? Kan je eens een voorbeeld geven? Ja, de vriendschap tussen mij en Melvyn. Ik zie Melvyn niet echt als mijn manager. We kunnen gewoon heel goed met elkaar overweg. 24 uur per dag staat Melvyn zijn spelers bij. Want hij wil buiten dat ze bij een mooie club zitten ook dat alles goed met ze gaat. Meneer, jongen, hoe is het met je? Een aantal zaken op dit moment vind ik gewoon echt belangrijk dat je het echt aanpast op dit moment. Want je maakt je moeder niet blij, je maakt ons niet blij en dus ook niet waar wij voor staan. Want we hebben gewoon een afspraak gemaakt dat je gewoon tot een max uurtje of 10 een beetje gamen. Je komt thuis, je zorgt dat je studio op orde is. Is je studio op orde, dan ga je gamen. En niet dat je tijdens het leren op de PlayStation, op de SharePlay zit met je virtuele vrienden. Maar dat betekent ook nu, zie ik dat je ingelogd bent, dan loggen wij wel in. Dan ben je weer uitgelogd. En voor mij wat verlies je dan. Maar je moet gewoon om 10 uur gewoon stoppen met gamen door de week. Yes, is goed. Spreek je maar groetjes thuis. Oké. Hoi. Je zit er wel bovenop, hè?